In dit filmpje geef ik uitleg over de protestantse reformatie. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan uitleggen waarom de katholieke kerk zo machtig was in de middeleeuwen. Je kan vier zaken noemen die volgens Luther een probleem waren in de katholieke kerk. Je kan uitleggen hoe de paus reageerde op kritiek van Luther. Je kan uitleggen waarom de volgers van Luther zich protestant gingen noemen. Je kan uitleggen waarom het edict van Worms werd afgeroepen. En je kan uitleggen waarom de vrede van Augsburg belangrijk was.